Ik heb Louis leren kennen in 1986. Er vond toen een studiedag plaats in Antwerpen over het Renaissance drama en ik herinner me nog levendig dat Louis daar een lezing gegeven heeft over de voetenbank en over de wijze hoe hij dankzij die voetenbank probeerde om 17e-eeuwse liederen hun melodie terug te geven. Ik herinner me ook nog dat die lezing geregeld gepunctueerd werd, geritmeerd werd als het ware, door het zinnetje. En we hebben een lied, waarna hij de luit nam en daar de eerste, het begin van de melodie op begon te tokkelen. Die lezing heeft op mij toen een grote indruk gemaakt en toen ik enkele jaren later de kans kreeg om in het kader van het NLCM-project van Frits van Oostrom een groep te leiden, een werkgroep te leiden van collega's, muzikologen, filologen van diverse slag, ook een historicus, over het Middel-Nederlandse lied. Toen waren Frits en ik het er eigenlijk met één over eens dat we ook Louis moesten uitnodigen. Dat leek ons vanzelfsprekend. Ook al was Louis bij mijn weten op dat ogenblik eigenlijk nog helemaal niet bezig met middeleeuwse lyriek. Bij het begin van die werkzaamheden van die groep in 1991 had ik een status questionis gemaakt met een aantal probleemstellingen. Eén daarvan betrof Hadewig, de mystieke dichteres van de 13e eeuw. Men sprak toen, haar lyriek werd toen gewoonlijk aangeduid met de term strofische gedichten, maar het was al heel lang een punt van discussie of die gedichten geen liederen waren geweest, of ze niet gezongen waren geweest. Maar hoe dan ook, we beschikten niet over de melodieën. Nu wisten we wel dat het laatste lied, het 45ste, dat de vorm had en ook een aantal verzen gemeen had in het Latijn dan, met een sequens, een 12e-eeuwse sequens, Mariae Preconio. En de voor de hand liggende vraag was dan ook, zou die melodie van Mariae Preconio, zou die ook de melodie zijn geweest voor dat lied van Hadewig? En dat was natuurlijk meteen een onderzoek dat helemaal in de lijn lag van Louis' expertise. En enkele weken later kwam hij dan ook dus met een voorstel voor melodie, dus hij had dat uitgewerkt. Ik kwam dus met een voorstel van melodie voor dat 45ste lied, maar ik moet eerlijk bekennen dat dat niet echt een succes was. Twee redenen daarvan lagen denk ik een beetje aan de grondslag. De eerste was dat ik denk Louis eigenlijk zelf ook wel wat te weinig tijd had gehad om dat grondig voor te bereiden. En dus tijdens zijn uiteenzetting nog driftig aan het schuiven was met de noten over de verzen, zodat we een niet al te zekere indruk kregen van die manier van werken. Het leek ons nogal improviserend. De tweede was dat hij die dag ook niet geweldig goed bij stem was. En zodoende nam het scepticisme, zeker onder de Neerlandici, eigenlijk zien er ogen toe naarmate de uiteenzetting vorderde. En aan het eind leefde toch het gevoel dat dit een doodlopend spoor was, dat wel niks zou geven. Maar Louis liet zich helemaal niet overtuigen door ons scepticisme. Integendeel, hij ging door. Hij legde zich ook toe of hij ging ook verkenningen uitvoeren in de Franse lyriek, want het was bekend dat Hadewig ook door de Franse middenlyriek van de 13e eeuw was beïnvloed. En ook daar ging hij op zoek naar melodieën en gemeenschappelijke strofenvormen en dergelijke. En zo kwam het dat in september van 1991, moet dat geweest zijn, dus tijdens het Festival Oude Muziek in Utrecht, er een compleet Middel-Nederlands programma, een heel programma Middel-Nederlandse lyriek, door Camerata Trajectina werd gebracht, met twee liederen van Hadewig. Die twee liederen van Hadewig die werden gezongen door Suze van Grootel.
En zodra zij begonnen was met dat 45ste lied te zingen, al na enkele verzen, wist ik het. En wist iedereen die in die werkgroep aanwezig was geweest, wisten wij eigenlijk allemaal, ja, dat klopt. Dat is het eigenlijk gewoon. En vooral toen ze het 40ste lied zong, een prachtig lied dat we zo meteen gaan horen, toen, ja, ik moet wel bekennen dat op dat ogenblik eigenlijk de tranen over mijn wangen rolden. Ik was zeer geëmotioneerd door het feit dat na zoveel eeuwen die teksten, die ik toch wel vrij grondig kende, dat die eigenlijk opnieuw stem hadden gekregen. En wat voor een stem. Ik weet nog ook nog dat Kees Vellekoop, die naast mij zat, tussen die twee liederen in tegen me zei, een historisch moment. En dat was het. Daar waren we het allemaal over eens. Want ongeveer heel die groep, die maanden aan een stuk, één keer per week samen had gezeten, was ook op dat concert aanwezig. Achteraf heb ik me eigenlijk vaak afgevraagd, hoe komt het dat wij toen plotseling wel overtuigd waren? Want strikt genomen waren er geen nieuwe wetenschappelijke argumenten aangebracht dan die welke Louis eigenlijk een aantal maanden eerder had geopperd. Het was blijkbaar toch wel vooral die uitvoering zelf die ons overtuigde. En op zich zou ik kunnen denken, ja, dat is toch wel een beetje vreemd. Hè? Wij worden geacht wetenschappers te zijn en we laten ons eigenlijk overtuigen door een uitvoering. En dat stelt toch de vraag of de rol van het muzische, van het esthetische, in een vak als het onze en misschien ook wel in veel andere vakken, niet veel groter is dan wij in projectaanvragen of in onze artikelen toegeven. Een tweede punt dat daarmee samenhangt is volgens mij dat het feit dat die teksten uitgevoerd kunnen worden, dat we ook wel zien dat dat een enorme meerwaarde biedt, dat dat ons de kans geeft om datgene wat onszelf zo passioneert, die teksten die ons zo passioneren, om die ook aan een breder publiek kenbaar te maken. Tijdens dat concert werden er dus een hele reeks Middel-Nederlandse liederen ten gehore gebracht. Eén daarvan zullen we ook zo meteen horen. Dat was Alouette Vogel Klein, een lied uit het Grütgüse handschrift. En die transcriptie daarvan, van die melodie, was door Kees Vellekoop gemaakt, die zich jarenlang met dat Grütgüse handschrift, met die ultra moeilijke streepjesnotatie, heeft beziggehouden. Met Kees, zou je kunnen zeggen, is die samenwerking tussen neerlandistiek en muzikologie zowat begonnen. Als een samenwerking tussen individuen die elkaar goed verstonden, die graag met elkaar samenwerkten. Bij Louis is dat verder gegaan en heeft zich dat eigenlijk ontsponnen tot een heel breed netwerk. En ik ben ervan overtuigd, en daarvan dat bewijs levert vandaag, wordt vandaag ook opnieuw geleverd, dus dat met dat onderzoek en met die samenwerking, met die interdisciplinariteit van dat onderzoek, dat het daar eigenlijk wel goed mee zit. Maar ik denk dat we ook niet mogen vergeten dat Louis ook een muzikus was. En dat die samenwerking tussen uitvoerders, muzici en wetenschappers, dat die eigenlijk ook heel belangrijk moet blijven en dat we die moeten koesteren. Muzici stellen ons vragen die, denk ik, ons onderzoek kunnen bevruchten. Omgekeerd geven zij ons de kans om met die teksten, die liederen waar wij mee bezig zijn, om daarmee in de samenleving, ja, om dat in de samenleving als het ware te verankeren en een plaats te geven. We hebben elkaar nodig en ik hoop dan ook dat die samenwerking die door Louis op zo'n voorbeeldige manier vorm heeft gekregen, dat we ook die zullen kunnen blijven voortzetten.